Hoi, welkom. Dit is alweer de derde aflevering van Basta. En deze week zijn we bij de waterkant in Oud-West. En we gaan het hebben over het weer. Sonja gaat uitzoeken hoe het weer wordt voorspeld. En onze gast van vandaag gaat ons uitleggen hoe we het weer kunnen meten. Allemaal onzin. Je moet de weergoden gewoon te vriend houden. Dan kan je precies bepalen wat voor weer het wordt. Oh God van de zon, laat hem schijnen. Hoi, ik ben Soraya, ik ben 11 jaar en zit in groep 8. En mijn hobby is atletiek. Ik ben Gus van de Born, ik ben 11 jaar en mijn hobby's zijn dansen. Ik heb meerdere hobby's, maar dat duurt zo lang. Mijn hobby is dansen en ik zit op de sportvoetbal en judo. Hallo, ik ben Turan. Ik zit in groep 8b. Ik ben bijna 12. Mijn hobby's zijn voetbal. Ik zit er ook op. Mijn trainer is vorige week gestopt. Vanaf deze week kan ik niet meer wedstrijden spelen en ook niet meer trainen. En ik ben de cameraman. Dit is mijn klas. Dit is groep 8b. Zielig. En nu ga ik mijn klas laten zien. En het is een best leuke klas. En wel een beetje druk. Nou, dit is het noodgebouw waar de twee groep 8 zitten. En dit is dus het grootgebouw. Helemaal boven komt er nog een verdieping bij en dan gaan wij misschien verhuizen naar de Overton. Wij zitten nu hier in de personeelskamer. Hier hoort de naam te staan. En normaal zitten wij hier. Onze klas zit hier. Maar dat noodgebouw gaat nu weg. En Guus, zeg jij maar verder. En nou, dit is de school vanuit alle hoeken gezien. En zo gaat de school eruit zien. Volgens mij moet die andersom. Oh, sorry. En zo gaat de school eruit zien als die verdieping erop komt. We gaan nu de 100% mag er niet in kamer. Nou, in. Nou, jullie zullen zo zien wat het is. We mogen daar echt niet in. Het is echt heel gevaarlijk. En nu zullen jullie zien wat het is. 100% niet inkamer is een of andere gaskamer. We mogen er zelf niet in komen, zoals je wel begrijpt. Maar we kunnen hem wel even filmen. Dit was het rondje van de school. Probeer nog even. Je zal zien dat de zon zal schijnen. Hoe voorspellen ze eigenlijk echt het weer? Het weer was onstuimig. Volgens het KNMI had Amsterdam te kampen met rukwinden tot windkracht 8. Het meteorologische. Het weer is misschien wel het meest besproken onderwerp in ons land. En dat komt omdat het zo vaak verandert. Het begon vandaag heel even weer een beetje op de zomer te lijken. De kans op natte sneeuw is groot. Het weer is morgen in een echte feeststemming. In het midden van het land staat het gebouw van het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Zij meten en voorspellen het weer, maar ze kijken ook of er over een lange periode veranderingen komen in het weer. Dus wordt Nederland tropisch of misschien wel een soort Noordpool? Het weer meten kan in het groot, zoals bijvoorbeeld bij het KNMI. Of in je eigen schooltuin, zoals hier. Nou, misschien heb je ze al herkend, de windvaan, de thermometer en de weerhut. Nou, hier in de Jan Toroptuin houden kinderen iedere week bij hoeveel regen er nou precies valt. Maar daarmee weet je nog steeds niet hoe je het weer kunt voorspellen. Maar dat weet Frank wel. Hoi. Hallo. Sonja. Frank. Jij bent van het KNMI en jij weet alles over het weer, toch? Alles van het weer. Ik zou het je graag uit willen leggen, maar misschien kunnen we beter even naar binnen gaan, want het weer wordt slechter. Ja, het begint een beetje te regenen. Oh, je hebt je eigen wolk al meegenomen. Ja, ik hou van wolken. Ik heb ze altijd bij de hand. Maar wat is nou precies het weer?
Het weer is de toestand van de atmosfeer. En wat is dan de atmosfeer? Nou, je moet bedenken dat er rond de aarde zit een heel dun laagje lucht. Die zit ergens hier of zo? Die zit dicht tegen de aarde aan. Het is maar echt een heel dun schilletje van 30 kilometer. En die lucht, die beweegt. Hier heb ik een zaklamp. Ja? Als jij even voor de zon wil spelen en op de aarde wil schijnen. Ja. Hier. Dus de aarde draait rond en wordt verwarmd door het zonlicht dat op de aarde valt. Ja, je ziet hem af en toe even zo. Kijk, daar is de zon. Ja, daar is de zon. Nu is het dag in Brazilië. Dus even naar ons land gaan. Nu is het dag in Europa. Ja. En nu is het nacht in Europa. En is het dag in China. Ja. De zon schijnt altijd, verwarmt de aarde en brengt de lucht in beweging. Maar hoe kan het dan dat lucht beweegt? Ja, lucht kan je niet zien, maar is er wel. Je kan lucht wel voelen door met je hand te bewegen. Ja, zo. Dan voel je. Ja. Voel je dat er iets tegen je hand botst. Dat is lucht. Ja, maar hoe ontstaat dat dan? Lucht komt in beweging doordat het warmer wordt. Daar hebben we een gasbrander bij nodig. Oh, die hebben we altijd op de camping. Heel handig. Ja? We gaan hem even aansteken. Oh. Ja? Die gasbrander brandt en verwarmt de lucht. En die warme lucht stijgt op. Ja, je voelt hier al een beetje warme lucht, hè? Ja, je kan het niet zien. Nee. Maar als we nu bij die plant gaan staan... Die gaan we toch niet in de fik steken? Nee, en je houdt hem voorzichtig onder. Ja? Dan kan je zien dat door die brander wind ontstaat en die blaadjes laat bewegen. Zie je? Oh, dus die warme lucht die stijgt op, brengt de lucht in beweging en dat is wind. Maar hoe zit het dan in het groot? Ja, in het groot werkt in feite precies hetzelfde. Je hebt denk ik al een keer een luchtballon gezien die opstijgt. Ja. Nou, er zit een hele grote gasbrand erin. En die verwarmt een hele grote hoeveelheid lucht die in de ballon gevangen zit. En het geheel gaat omhoog. Maar hoe zit het dan op wereldschaal, als je het echt over de wereld hebt? Nou, dan hebben we een soort gasbranden, de zon. Die staat ver in het heelal en die verwarmt de aarde. En de aarde verwarmt dan de onderste luchtlagen en die stijgen op. Dus het heeft hetzelfde effect? Precies hetzelfde effect, alleen veel groter. Maar wat betekent dat dan voor ons weer? Ja, dat we mooi weer kunnen hebben en slecht weer kunnen hebben. Ja, maar hoe kan regen dan ontstaan? Dat zal ik je uitleggen. Kijk, de aarde bestaat uit heel veel oceanen. Die worden verwarmd door de zon. Het water verdampt, komt in de lucht en het wordt regen. Kan ik je laten zien hier met dit hete water. Ja, dat verdampt ook en stijgt op. Ik heb hier een koude lepel. En als die warme lucht tegen die koude lepel komt, dan wordt de waterdamp wordt weer water. En als de druppels in de wolk te zwaar worden, vallen ze naar beneden en dan regent het. En dan heeft Evan Cole het altijd over een lage drukgebied. Ja, wat is dat nou, een lage drukgebied? Een lage drukgebied, dat kan ik je wel uitleggen. Je moet bedenken dat je boven je heb je 30 kilometer lucht. Dat is die atmosfeer waar we het over hadden, toch? Die atmosfeer die hier rond dat bolletje zit. Dus ongeveer 30 kilometer zit boven je en die drukt op je. Ja. Nou, ja, bijvoorbeeld hetzelfde als dat je een kind op je schouder neemt. Hè? Dat drukt ook op je. Oh ja, dus doen we die op mijn nek? Ja. Ja? Nou, je voelt wel, dat drukt, hè? Ja, enorm. Ja, zo heb je 30 kilometer lucht boven je. Maar je hebt niet altijd evenveel lucht boven je. Soms heb je heel veel lucht boven je. Ja. Heel veel lucht, heb je een groot, zwaar kind, dat is hoge druk. Ja. Heb je maar weinig lucht boven je, dan is de lucht weggestroomd. Dan heb je een licht kind op je schouders, heb je dus lage druk. Maar als het lage drukgebied is, dat is meestal geen goed nieuws, toch? Nee, in een lage drukgebied stijgt de lucht naar boven toe. We hebben net uitgelegd, als die lucht naar boven stijgt, koelt die af. En worden de wolken gevormd en ontstaat er ook regen. Ja, zoals vandaag een beetje. Zoals vandaag, ja. En als er hoge druk is? In een gebied van hoge luchtdruk, dan stijgt de lucht niet, maar dan daalt die. En dan gebeurt het omgekeerde. Dan droogt de lucht uit, lossen de wolken op en heb je stralend zonneweer. Maar hoe kun je nou eigenlijk het weer voorspellen? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Als je weet hoe alles nu is op dit moment, je weet waar de lage depressies zitten en je weet hoe snel ze bewegen, kan je het eindje naar de toekomst doen. Ik kan het je wel uitleggen met behulp van dit wolkje. Als jij voor lage drukgebied speelt, het wolkje beweegt, mag wel iets sneller bewegen, het waait heel erg hard. 1, 2, 3, dan weten we dat hij zo snel bij Ierland is. En over 3 tellen is hij bij Nederland. 1, 2, 3. Dat is het principe van de weersvoorspelling. Als je weet hoe snel het beweegt, kan je een eindje naar de toekomst doen. Maar voor wie is het weer nou zo belangrijk om te weten? Ja, mensen in de bouw, hè, die moeten weten of het sneeuwt, of ze kunnen gaan bouwen. Ja. En voor scheepvaart, in verband met harde wind, hoge golven. En wat wordt het voor weer de komende uren?
Nou, trek je jas maar vast uit hoor, want het gaat opklaren. Zonnetje, reken hem erop. Weet je het zeker? Ja, zeker weten. Nou ja, goed, dan ga ik vast mijn bikini halen, ja? Ja, moet je doen. Dankjewel. Hey, tot ziens. Hoi. Dag. Wow. Hey, bedankt Frank. Prutser. Ik zei je toch dat de zon ging schijnen? Zie je wel, dat kan ik veel beter voorspellen. Het antwoord op de prijsvraag van vorige week is antwoord C. De winnaar verschijnt nu in beeld. Gefeliciteerd, je hebt 2 kaartjes voor het Tropenmuseum gewonnen. Ik ben inmiddels al een weerexpert. Jullie mogen me ook wel een weergod noemen hoor. Oh, sorry, daar bedoel ik helemaal niks mee hoor. Ik kan die weer gewoon maar beter met rust laten. We zijn bij de Montessori school in Zeeburg en we gaan bij een sport kijken. Met een helm, een wit pak en een wapen, de floret. Hallo, mijn naam is Mahir en ik ben 10 en ik zit een jaar op schermen. Schermen is een andere vorm van zwaardvechten. En concentratie, stijl, snelheid en een goed oogcontact. Nou, het is het doel dat je hier raakt en dan krijg je een punt. Allee! Heel vaak moet je je floret draaien en heel snel bewegen. Daar word je moe van. Maar het floret zelf is niet zwaar. Ik ben Sjoerd, ik ben 10 jaar en ik zit op schermen. Als je op schermen wil, moet je heel goed met je hand kunnen omgaan en ja, gewoon goede reflexen hebben. En aan het eind van het spel groet je je tegenstander. Hij doet zijn masker af, het feest is afgelopen. Nou, hij begroet zeg maar weer. En dan geeft hij hem een hand. Goed geschermd. En hij zegt goed geschermd. Zin in een ontbijtje met je hele klas? Brugklassers van het Montessori College Oost hadden zelf een ontbijt gemaakt in restaurant De Kas. Er waren ook bekende Nederlanders bij, zoals Jetske van Willem Wever, Barbara van Zepsport en rapper Brees, die zich gelijk liet horen. Ik ben je zat, geloof me nou, ik heb het echt gehad. Het leven is geen spel, het leven is geen wedden dat. Ik geef het toe, vuile, je hebt me echt genakt. Nu heb je spijt, maar je hoeft niet meer te bellen, schat. Maar het was niet alleen voor de gezelligheid. De leerlingen gingen met elkaar discussiëren over wereldvrede. Ze noemen het Feast for Peace, een feestje voor de vrede, en het is voor War Child. War Child is een organisatie die kinderen in oorlogsgebieden helpt. Met het vredesontbijt willen de scholieren aandacht voor een speciale dag voor War Child. Vrijdag 8 oktober zullen heel veel restaurants en cafés een deel van wat ze van die dag verdienen aan War Child geven. En er doen bijna 600 bedrijven mee. Wil je meer weten? Surf dan naar www.feastforpeace.nl. School saai? Nou, mooi niet als je naar de nieuwe hiphopschool in Osdorp mag. De school heet Solid Ground Movement en je leert te rappen en breakdansen. Vorige week waren er audities en dan moet je aan een jury laten zien wat je kan. Alleen de allerbeste worden uitgekozen voor de hiphopschool, dus iedereen doet goed zijn best. De school heeft nu alleen nog maar les in het weekend, maar later worden er ook nog meer lessen gegeven. Ik ben Ido de Haan, ik werk voor Stichting Milieueducatie en ik ga samen met jullie weerinstrumenten maken en laten zien hoe je ze gebruikt. Ja. Hallo. 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 Zo, hallo. Hallo. Welkom. Wij gaan zo dadelijk allemaal zelf weerinstrumenten maken. Ik heb een aantal instrumenten meegenomen. En die zijn om het weer te meten. Weet jullie allemaal wat dit is?
Regenmeter. Dit is een hele mooie regenmeter. En deze gaan wij straks zelf in elkaar zetten. En dan heb ik ook nog een barometer meegenomen. Weten jullie waar die voor is? Misschien? Om de luchtdruk te meten, inderdaad. Ja. En die gaan we ook zelf maken. En dan gaan we ook nog een windmeter maken, om te kijken waar de wind vandaan komt. Ik zou zeggen, ga allemaal aan een tafel zitten en dan gaan we aan de slag. Oké. Ido. Hoi, Gerald. Mag je nog wat vragen stellen over het weer? Ja, ik zet eerst even de kinderen aan het werk en dan kom ik bij je terug, goed? Oké, dat is goed. Zo, jullie zitten. Jullie zitten aan deze tafel en daar maken jullie een windwijzer. Daarvoor heb je nodig een bloempot, rietjes, satéprikkers, lijm en ook wat klei, meen ik. Ja, kijk, daar is hij. En op het papiertje dat hier ligt, daar staat precies wat je moet doen. Zo, jullie gaan een luchtdrukmeter maken. En dat noem je ook al een barometer. De beschrijving staat op het papiertje. Succes. Oké. Okay. Zo, jullie zijn al bezig, zie ik. Ja. De regenmeter, hè? Ja. Ja. Nou, het is inderdaad heel belangrijk om ook de hoeveelheid regen te meten. Jullie beschrijving staat ook op het blaadje. En ik kom zo even terug om te kijken hoe het verder gaat, ja? Oké, okay. Ja. Is goed. Hey, Ido. Hey, Gerald. Waarom moet je het weer meten? Ja, het weer meten is heel belangrijk. Mm-hmm. Je kunt heel makkelijk zien wat voor weer het is, maar... Ja, je wilt het ook soms wel eens precies weten. Bijvoorbeeld als je naar school gaat, wat voor kleren moet je dan aan? Ja. Moet ik een dikke jas aantrekken? Of kan ik gewoon in mijn t-shirt naar buiten? Ja. Moet ik een paraplu meenemen of een regenjas? En hoe hard waait het? Ja. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn om rekening mee te houden als je naar buiten gaat. En waar moet je nou op letten bij het meten van het weer? Ja, waar moet je op letten? Ik denk dat het belangrijkste is dat je heel nauwkeurig meet. Dus bij het zelf maken van de instrumenten heel nauwkeurig de lijntjes zet. Mm-hmm. Ja, en vooral goed kijken. Goed kijken naar, naar de lucht om je heen en ook naar de instrumenten waarmee je het weer meet. Ja. Zullen we even kijken of de kinderen klaar zijn? Ja, doen we. Okay. Zo, jullie zijn klaar, zie ik. Ja, we zijn klaar. Nou, eens even kijken of die werkt. Ja, waar komt de wind nu vandaan? Ik geloof het oosten of het noorden. Oosten of het noorden. In ieder geval waar de pijl naartoe wijst. Daar komt de wind vandaan. Als hij naar deze kant wijst, is het oosten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, maar hier, misschien is hier het oosten helemaal niet. En als je hem zo draait, dan is daar opeens het oosten. Nou, ja. Hoe... doe je dat? Goeie dan vraag. Is het dus eigenlijk fout. Eigenlijk is het dan fout, ja. Daar is een heel handig trucje voor. En ik heb altijd een kompas in mijn zak. En als je die nou plat neerlegt, dan wijst de rode pijl precies naar het noorden, naar de Noordpool. Dus dan is het zaak om het N'tje van de Noordpool, om die ook precies in die richting te zetten. Nou, die stond al bijna goed. Dus dan staat hij nu goed. Moeten we hem niet meer aanraken. En dan, dan klopt hij precies. Oké. Zo. Zo, jullie zijn klaar? We durven dit niet zo goed om te draaien. Dus misschien, Gerald, kan jij misschien omdraaien? Ik zal het even proberen. Oké. Het mag niet morsen, hè? Nee, ik denk niet. In één keer. Oké. Dan moeten we hem tot 2/3 laten vallen. Zoiets. Een beetje. Ongeveer. En nu? Moeten we het blaadje erop plakken? Het pijltje moet precies bij het water staan. Ik weet niet precies. En hoe werkt het nu? Weten jullie dat ook? Nou, we zetten hem straks in de schaduw. En dan wachten we een dag en dan kijken we, als het warm weer is geweest, dan gaat het dus omlaag, het water. En dan gaan we dus elke dag kijken of het warm weer of... Ja, bij warm weer, je zegt het al, dan is het vaak een hoge druk. Ja. En dat wil zeggen dat, dat de lucht heel erg op het water drukt wat in het dienblad zit. De lucht drukt het water eigenlijk de fles weer terug in. Dus bij hoge druk staat het water hoger dan het pijltje nu staat.
Zo, jullie hebben de regenmeter gemaakt. Ja. 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 Is het een beetje gelukt? Ja, een beetje. Ja. Jullie hebben er al water onderin staan, zie ik. Dat is ervoor omdat het onderste gedeelte van de fles niet helemaal recht is. Dus nu is het zaak om bij te houden hoeveel erbij komt. Ja. Zo, we gaan de meetinstrumenten buiten zetten. Eerst de regenmeter. Dit lijkt me wel een mooi plaatsje hier zo. Het is heel belangrijk dat je hem niet onder een boom zet of vlak bij een gebouw, maar ik denk wel dat het hier kan. De barometer is heel belangrijk dat hij in de schaduw staat. Nou, op dit moment is het daar schaduw. Dus zet hem maar neer. Nou, drukken. Misschien. En draaien. Hij zegt de hele tijd. Ja. En waar is de windmeter? Hier. Oh, kijk. Ik denk dat hij daar kan staan. Eens kijken waar de wind vandaan komt. En dan het kompas. Want dan moeten we natuurlijk weer gaan kijken waar het noorden is. Nou, ik hou hem zo, als jij hem goed zet. Zo, jullie zelfgemaakte meetinstrumenten die staan nu. Jullie kunnen de gegevens zelf iedere dag bijhouden. En als je nu naar www.globenederland.nl gaat, dan kun je die gegevens ook nog eens een keer doorgeven aan onderzoekers. En die houden gegevens van kinderen over de hele wereld bij. En op die manier doen ze klimaatonderzoek. Dus dan kun je ook in de gaten houden of het klimaat ook echt verandert in de loop der tijd. Ik heb geleerd hoe je een windwijzer moet maken. Ik heb geleerd hoe een barometer werkt. Ik ben er echt niet bang voor hoor. Ah, kijk, een spin! Kleine kinderen zijn er vaak bang voor. Dan zie je licht flitsen. Dan botsen wolken tegen elkaar. Het is mooi om te zien, maar als het je raakt, praat je anders. Niet bij water in de buurt komen. Volgende week gaan we het hebben over hygiëne. Je weet wel, dat je zorgt voor je gezondheid door netjes en schoon te zijn. En daar gaat ook de prijsvraag over. Wat betekent nou steriel? Een soort ster. Een onderdeel van een stereo. Zonder bacteriën. Stuur je antwoord op naar basta@at5.nl. Oké, tot de volgende keer maar weer, hè. Het is toch niet te geloven? Het regent alweer! Wie regelt dit allemaal daarboven? Tjonge, tjonge. Ik zit voor het raam verdwaasd naar buiten kijken. Het is toch niet te geloven, het is alweer aan het zeiken. Op het journaal hebben ze het over een hoog en laag drukgebied. Maar van al die regen geniet ik echt niet. Ik wil geen wolkenvelden, maar een heldere lucht. Met de zon aan de hemel en een zacht briesje in mijn rug. Maar ik weet het wel hoor. Na regen komt zonneschijn, maar de zonnestralen voelt zo lekker wat wit haar. Hebben we niet al genoeg regen gehad? Aan een paraplu heb ik ook niets, want het waait zo hard. Ik moet het weg hebben, zeggen Amsterdam is apart. Amsterdam is apart. En vooral wanneer het regent, zeker weten. Ja, toch.